Hoi, Martin, dit is een nieuwe video. Vandaag een nieuwe video. En hier was ik een keer gestopt met RP. En ten tweede, hier is ook een soort nieuw paard die er staat te komen. Maar ik heb te weinig zin. 300. En dat zijn de nieuwe bijls. Maar ik ben vergeten nog een video keertje doen, want ik was druk met andere soort video's te doen en andere soorten andere soort dingen te doen, bijvoorbeeld naar school, maar nu hoef ik dat niet meer, want het is vakantie. Hallo? Zo cool. En dat is de village van die tip B. En er zijn ook nog die oude, maar dat zie ik niet. Juist in Zuiderhoef, maar dat zijn super andere kleuren. Maar ik ga ze sparen en dan ga ik die witte kopen. Ik moet nu nog de missie afmaken die ik in Zuiderhoef moest maken. En dan de video is een klein beetje een update, maar tegelijk een beetje afmaak van de Zuiderhoef. En dat is echt een super lange missie voor me. Weer RP zou ik wel willen, want ik ben super fan van RP. Hallo. Waarom gebeurt het elke keer? Je hebt een verhaaldertje naar John Way. Toen we RP gingen spelen, ja, ging je ineens weg. Niks te longeren in de bak. En ik was Maddie en je hebt me verraden. Zou ik wel willen. Jij, Heinz, Love, Wot, Wot. Wot of Wot? Hallo? Doe ik nog? Bij de hoef. Haven. Dun 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 Maar er staat ook dat in, daarom moet ik helemaal naar de overkant gaan. Dan hoef ik een keer hier naar beneden, dat ik super ver met die missie was, maar opeens moet ik nu beginnen. Ik ben gevallen van een rots en dat lukte wel. Met iemand achterop. En nu kon het niet. Super leuk dat alles, maar ik ben aan het vechten om naar beneden te gaan. Dus kan ik nooit de missie afdoen. Afmaken. Hier. Maar ik kom zo naar jullie terug om de missie af te maken als ik beneden ben. Nou, ik heb het al de oplossing gevonden. Oké. Ja, ik denk Jonas naar Zuiderhoef. Het is toch hier Zuiderhoef. Breng Jonas naar Zuiderhoef. Maar het is toch hier al in de Zuiderhoefhaven? Of Domenstrand? Domenmanstraat. Strand.
dodenmans. Hey Skyler, alles is goed, zeg jij? Dat is een pak van mijn hart. Maar wat is er met Jonas? Sigrid zei dat ik hem meteen naar de boerderij moest nemen. Prima, dan gaan wij zo snel mogelijk die kant op. Ga ze die drie letterlijk achterop. Hou jij de rest op? Top. Oké. Okay. We gaan letterlijk dan weer. Bye. Dan moet ik de rest ophalen. En jullie gaan letterlijk niet rennen. Dat is een uur, een half uur lopen hoor. Ze kunnen ook gewoon normaal een schip nemen. Of een boot. Terug naar 13 onderdeel afgerond. Ja, oké. Hoe ging het met Jonas? Holly nam hem gelijk naar de boerderij. Niet gelijk. Luidenhoef. Ik heb eindelijk zo'n. Ik krijg zoveel dingen. Never nooit. De rest van de familie redden. Maar hoe kwamen ze dan hier? Yes. Ik heb zoveel schijnen en. Ik moet ze ook sparen en ik heb ze opgemaakt. Bij de Hoefhaven, Domenmanstraat, ja. Dodenmanstraat. Ik heb een foto gemaakt. Oké, hier is ik gered. Erika, Madison schiet op. Nu gaan we naar huis. Erik, Madison schiet op. Nu gaan we naar huis. Oké, we gaan dan naar huis en zeker weer blijven. Ik ben bezorgd, want alles hoog en droog. Maar we moeten lopen en ik moet lekker. En ik moet met haar achterop. Hi! Het was super leuk met jullie. Maar wij zijn eerder dan hun. Alleen als ik goed opschiet. Gelukkig heb ik een bij die kan galopperen. Maar dan zitten we elkaar bij de boerderij. En je moet weg. Nee, die andere, want ik zei toch dat ik hier al was. Het was super lang. Ik ben toch sneller dan die daar familie. Yes, 50 schaling aan Skyler, mijn Jonas. Praat met Jonas, doelen. Ja, oké. Okay. Genoeg avontuur voor vandaag. Ja, maar we moeten toch de lantaarn af. Hoi, daar Skyler. Daar is, dat is je naam niet waar. Hopelijk vind je het niet erg dat ik het zeg, maar wat een prachtige naam. Vergeef me, ik ben ongelooflijk moe. Genoeg avontuur voor één dag, vind je niet? Misschien kunnen we morgen verder praten. Wat denk je daarvan, Skyler? Zie je morgen nog, thank you. We gaan hier slapen. Morgenochtend. Ik kan hier overnachten. Voor zoveel? Nee. Tuurlijk niet. Nou, we gaan overmorgen bij. Maar dit was het voor deze keer. De volgende keer.